Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vaag, weinig bewolking boven Nederland, veel wolken boven de Noordzee en ook wat boven het midden van Duitsland. Die wolken die bereiken vooral Limburg af en toe en hier en daar nog de kustregio. Verder beginnen we met nevel en mist, maar dat lost in de loop van de ochtend allemaal op, zodat we vanmiddag flinke zonnige periode hebben en amper een wolkje aan de hemel. Temperaturen 18 tot 20 graden. Het enige minpuntje is vandaag eigenlijk de oostelijke wind. Die neemt vanmiddag toe naar winkel 3 tot 5. Ook vanavond waait het nog stevig, daardoor blijft het helder de temperaturen liggen halverwege de avond rond 15 graden. Komende nacht is de kans op mist veel kleiner dan afgelopen nacht. Morgen overdag dan opnieuw volop zonneschijn. In het noorden een paar wolkenvelden, misschien zijn het hoge sluierwolken. In ieder geval overal droog weer. Temperaturen 18 tot 20 graden en die matige oostenwind houden we. Vrijdag komen er wat meer wolken. Heel misschien valt er dan in het noordoosten ook een bui. En zaterdag later op de dag komen er vanuit het zuiden meer buien. Ook zondag is er her en der een bui mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen nog steeds rond de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl